Welkom. Ik sta hier in Hansen Fabriek, de steenkolen- en kookcentrale hier in Dortmund. En ik sta in een van de koeltorens. Je ziet hier achter, hier zo, zie je resten van een grote fabriek. Het is een enorm complex, je ziet hier achter ook nog wel weer een toren. Het is een enorme fabriek waar hier in Dortmund van steenkool kooks gemaakt is. Steenkool komt natuurlijk zo uit de grond, zoals je weet. En kooks wordt gebruikt in hoogovens. Dat is een hele goede brandstof voor hoogovens en ijzerproductie. Of bij aluminiumsmelters. Dit is een van de laatste plekken. Tot 25 jaar geleden is dit complex is actief geweest. En nu is het cultureel erfgoed. Ik sta hier in de koeltorens, ja, waar van alles gekoeld is. En eigenlijk wat wel interessant is, is dat die, om van die steenkool kooks te maken, worden van allerlei producten uitgehaald. Er worden bijvoorbeeld gas uitgehaald. Het gas werd hier in buizen, in een heel buizennetwerk gestopt. En dat was bijvoorbeeld voor verwarming thuis, werd dat in gasleidingen gestopt. En werd het in huizen gebruikt. Maar een ander product wat hier uit die kolen werd gehaald is aniline en indigo. En indigo werd tot eind jaren 1800, 1860, 1870, werd indigo gemaakt uit een tropische plant. En indigo is een kleurstof, een blauwe kleurstof, bekend van spijkerbroeken. En dat werd uit een plant gehaald, een tropische plant. En sinds ze uitvonden hier in Duitsland dat je dat indigo ook uit steenkool kan halen, was de kledingindustrie en überhaupt de kleurstoffenindustrie enorm geholpen. En van een enorme importeur van kleurstof uit het buitenland werd Duitsland een exporteur van kleurstof. Verder is het misschien leuk om te weten dat hier een derivaat van salicylzuur werd ook uit de steenkool gehaald. En daar kan je dus aspirine van maken. Dus die aspirine die werd gemaakt uit steenkool. En dat vind ik al mooi. Een van de laatste dingen waar ik het even kort over wil hebben is dat hier in die buizen waar ik nou naartoe loop, die we net al zagen, ja, daar werd benzeen uitgehaald. Of tenminste, daar werd benzeen ingestopt. En dat benzeen dat komt ook uit die steenkool. Niet direct, maar via wat omvormingsreacties werd het benzeen geproduceerd. En benzeen is weer een goede grondstof voor benzine. Of eigenlijk geen benzine dan, maar voor brandstof, voor vliegtuigen. En dit was natuurlijk van belang voor de vliegindustrie. Het is een fascinerende plek hier om hier rond te lopen, om al die machines te zien. En waar we nu nog even heen lopen is de gascompressie, de gasturbines. En dan kunnen we zien hoe dat gas wat uit die steenkool werd gehaald, hoe dat het leidingnetwerk ingepompt werd. En dat leidingnetwerk dat is maar deels intact, maar dat zie je hier overal. En nu achter mij zie je dat leidingnetwerk hier door het fabriekcomplex. Maar het schijnt dat het hele Ruhrgebied in Dortmund, waar ik nu dus ben, dat het leidingnetwerk overal liep. Hier zijn die gasturbines, die zijn echt. De eerste zijn hier geplaatst eind 1800, 1880, 1890. Maar het is een enorme hal, zoals je ziet, vol met turbines die dat gas wat uit die kooks kwamen in de leiding persten. Twee turbines, dit is de eerste turbine. Je ziet het vliegwiel, zie je hierachter. Het vliegwiel dat zorgt dat de zuiger, die zie je hier niet, maar dit is de leiding. We lopen zo even naar die zuiger, dat die zuiger dus dat gas in buizen pompt. De eerste turbine is 2,5 bar en de tweede turbine die zorgt uiteindelijk dat hij met 9 bar in dat buizennetwerk terechtkomt. Ja, dat is echt wel indrukwekkend om hier
doorheen te lopen. En je ziet hier de aandrijfas van zo'n zuiger liggen. Het is echt enorm. En je ziet hier dus... Je ziet hier die zuiger. En iedereen die wel zijn eigen brommer heeft gesleuteld, die herkent hier wel onderdelen uit. En die vliegwielen zijn dus reusachtig. Die zijn wel 5 meter in doorsnede. Het is echt wel heel tof om hier rond te lopen. Dus, en je kan overal op en onder. Het is echt wel bijzonder. Ja, chemische industrie. En deze chemische industrie die dus tot de jaren 90 actief is geweest. Erg interessant om eens hier te zijn. En veel gezien en veel geleerd. Als je het leuk vindt als je dit filmpje leuk vindt, laat het me weten. Als je andere commentaar hebt, laat het weten. En wie weet heb je iets aan deze suggesties. Of wil je lid worden van mijn video op mijn YouTube-kanaal. Succes!